Ik heb gekozen voor de biografie van Madeleine Albright, mevrouw de minister. Prachtig verhaal over haar carrière. De eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Ze heeft een geweldig gezin en die zin luidt: er is een speciale plek in hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen. En ik denk dat dat een hele goede is om zeker als vrouw ook in gedachten te houden. Wat mij inspireerde is dat zij volgehouden heeft. Ze is als vluchtelinge naar Amerika gekomen en uiteindelijk minister van Buitenlandse Zaken geworden. Nou, een hele mooie carrière, juist door vol te houden, juist ook door zichzelf te zijn. En in een wereld die gedomineerd was door mannen bijvoorbeeld, heel opvallend altijd haar brosjes ook te gebruiken. Daar is ze bekend mee geworden. Stoere, kleine, Joodse vrouw die zich wist te handhaven in die politieke arena daar in de Verenigde Staten.